Heel veel kinderen. Ongelooflijk veel kinderen, ja. En prachtig weer. Het mooiste weer van de wereld. Het lijkt wel zomer. We hebben allemaal water. We hebben verschrikkelijk veel boten. Ik heb ongelooflijk veel cadeaus gezien voor deze uitzending. In de reclame. Maar Sinterklaas, nog niet gezien. Nou ja, ik heb er alle hoop op dat het dit jaar allemaal uitstekend zal verlopen. Vorig jaar hadden we mist, jaren daarvoor storm en regen en weet ik veel wat allemaal. Maar dit jaar, ons kan niks gebeuren. Helemaal niks gebeuren. Kijk eens wat de kinderen zeggen. Eens even kijken, ja. Zal ik ze tellen of zal ik... Nee, ben gek, ik tel ze niet. Dit is te veel. Maar dat is een hele grote stad, dat Dordrecht. Dus, nou... Ik denk, ik schat maar wat hoor, maar ik denk toch minstens een miljoen kinderen. En dit is dan de loopplank en dan zie je de microfoon al. Daar gaat straks de burgemeester staan om Sinterklaas te ontvangen. En daar hebben we dus een hele grote rivier. En het zit stikvol met boten. Hoge camera, kun jij eens eventjes gaan kijken of we al eventueel iets van die Sinterklaasboot zien? Ja, dan moet je niet naar die huizen toe gaan natuurlijk, want... Oh, wat een dommerd, hè. Kun je nou niet eventjes naar het water toe? Waarom niet? Oh, dan kan hij natuurlijk niet terugpraten. Nou ja, vlieg nou maar een klein bochie. En dan ga je zo naar de toren, naar de kerktoren. En dan kan ik wel aan die kerktoren... Ja, daar zie ik een kerktoren. En erbovenop staat ongetwijfeld ook een camera. We hebben aan alles gedacht vandaag. Camera op de kerktoren. Hallo, hallo. Ja. Dat is bijna raak. Even kijken. Ja. Ah ja, daar heb je hem. Hallo. Hallo, je hoort mij. Kun jij eventjes kijken of je die boot van Sinterklaas al ziet? Het kan niet missen, hij weet het. Hij heeft het allemaal met me doorgebeld. Ja, daar in de verte daar. Wat krijgen we nou? Nee, toch, hè? Nee. Nee, joh, alsjeblieft nou niet weer van die rampen. Kijk nou toch. Staat een heleboel onder water. Wat is dat dan? Een brandweerboot. Oh. Oh. Hebben we dan brand of zo ergens? Staat de boot van Sinterklaas in brand? Is dat zo? Dan zoek dan eventjes die boot van Sinterklaas. Ik word er zo zenuwachtig van het gedoe allemaal. Nou, laten we dan maar eens met die helikoptercamera naar die boot gaan zoeken. Straks is de brand, alle pakjes verbrand, alle cadeautjes verbrand. Hebben ze al die reclame van tevoren voor deze uitzending voor niks gemaakt. Al die spelcomputers en al die poppen allemaal verbrand, al die poppenhuizen ook. Dus even kijken. Nee, dat weet ik wel, die brandweerboot. Maar nou, de boot van Sinterklaas, dat is zo'n oud tjoegetjoegie boot. Ja, precies, hier. Met een beetje rook. Ja, ga eens in. Ga eens in. Ja, ja. Is dat hem? Dat is de boot van Sinterklaas. Nou, dan moet ik me wel heel sterk vergissen als dat de boot van Sinterklaas niet is, hè. De stoomboot. Met... Ja, ik zie toch heel veel pakjes. Dan zie ik nog verdacht veel andere boten eromheen, maar... Nou ja. Nou, Sinterklaas, wat hebben we er toch naar ons zin, hè? Wat heb jij een heerlijk ontbijtje gemaakt. Ja, 14. Maar we hebben ook de tijd, want alles is namelijk heel goed voorbereid. Sinterklaas, wat wilt u nu op dit boterhammetje hebben? Ik wil wel een plakje kaas. Een plakje kaas? Ja. Hey, Sinterklaas, er is geen kaas meer en we hadden nog zoveel kaas. Nou, geef dan maar een plakje ham. Een plakje ham, dat is ook op. Hoe kan dat nou ineens op zijn? Ik heb nog maar één boterham gehad. Maar kijk nou toch eens wat hij allemaal... Zeg, wegwijd, Piet. Wat ben je nou toch allemaal aan het... Een hele stapel boterhammen heeft die Sint-Nicolaas. Wat doe jij? Alsjeblieft, storm me even niet, Sinterklaas. Ik ben zo druk bezig. Ik moet alles nog regelen voordat we in Dordrecht aankomen. Ja, we zijn al bijna in Dordrecht. Jij moet eerst eten. Je moet rustig eten. Moet jij de weg wijzen? Ja. Ik neem straks wel een boterham uit het vuistje, Sinterklaas. Het eerste wat ik nu ga doen, dat is de vogeltjes. De vogeltjes, die moeten brood hebben. Die hebben zo verschrikkelijke honger. Maar kijk eens, wat een boterhammen niet meeneemt, Sinterklaas. Het is toch een hele goede jongen. Het is een hele goede jongen. Hij gaat de vogels voeren. Ja, kijk,
Hij houdt ook zo van de vogels. Kijk, kijk. Oh. Goed zo. Goed zo, Piet. Het is een vogelliefhebber, zie Nicola. Als hij maar op tijd terug is. Ja, natuurlijk. Het komt allemaal goed deze keer. Zo, wat een heerlijk dat broodje. Kaas. Wat een heerlijk broodje. Heb je daar iets lekkers? Dat kan ook doen. Wat krijgen we nou toch weer? Dan gaat die wegwijspiet net op het belangrijkste moment uit de kajuit weg. En hij is de enige die de weg weet. Want dat komt door zijn naam, Wegwijspiet. Nou ja, denk je, alles is mooi voor elkaar, alles is geregeld, alles is goed afgesproken, het weer is goed, alle kinderen staan hier, krijgen we dit, gaat hij de vogeltjes voeren met het brood. Oh, eens kijken hoe dat afloopt. Nee, dat... Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Wacht eens even. Maar daar zitten geen vogeltjes. Onder het dekzeil van een roeibootje. Dat kan toch nooit? Dat begrijp ik niks van, zeg. Dan gaat hij weer weg. Oh-oh. Ja, en het is al zo'n nauwe ingang waar we naar binnen moeten. Het is verschrikkelijk moeilijk. Want ja, kijk, andere plaatsen, dan heb je één haveningang. Maar hier krioelt het ervan. En het krioelt ook van de boten. En dan ligt er ook nog een brandweerboot. Ja, hier precies. Hier moet hij in. Nou, dat is al nauw zat. En dan is er ook nog een ophaalbrug. Oh, verschrikkelijk zeg. Wat zou er nou toch gebeuren? Nou ja, misschien lost het zich vanzelf allemaal wel op. Dat die wegwijspiet weer net op tijd in de kajuit is. Dat die... de kaart bij zich heeft en dat hij dat allemaal precies weet. Ik zit me misschien weer een beetje ongerust te maken voor niks. Maar ja. Ja. Daar heb je meer. Wat heeft hij nou weer bij zich? Kleren. Wat? Ik zie een hand. Laat je niet zien hoor. En hij praat. Een vogel met een hand en een vogel die praat. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Echt nog nooit. Gelukkig de machinekamer. Ja, want dat schip heeft twee motoren. Twee hele sterke motoren. Hè. En die doen het altijd, die motoren. En als ze stuk zijn, hupsakee, een paar zwarte pieten naar beneden. Met een schroevendraaier en een staalborstel. En hupsakee, daar gaat die motor weer. Hè. Ach ja. Even kijken hoor. Ah! Daar heb je weer. Wat heeft hij nou? Wat is dit? Wat? Nou ja, zeg. Dat doet hij net of dat meisje een zwarte piet is. Dan gaan ze zoenen. Oh-oh. Oh-oh. Daar weet Sinterklaas niets vanaf. Helemaal niets vanaf. En Sinterklaas weet de weg niet. En de hoofdpiet weet de weg ook niet. En dan gaan ze daar een beetje verliefd staan doen. Die zijn gewoon met elkaar. Heeft hij er meegenomen natuurlijk. In een bootje. Een verstekeling heet zoiets. Iemand die zonder kaartje meevaart met een boot. Nou ja. Ik ga het gewoon tegen Sinterklaas zeggen straks. Even kijken. Ja, kleine meid. Zij zien natuurlijk Sinterklaas nog niet, hè? Nee, want zij staan hier allemaal aan de kade. Maar hier, daar heb je meer. Het komt allemaal in orde, hoor. Wat hebben we het goed. Mooi weer is het ook, hè? Waar blijft hij nou, Piet? Ach, hij komt natuurlijk wel als hij niet. Zoveel vogels zijn er niet om te voeren. Nee, maar Sinterklaas, doet u nou alsjeblieft rustig. U weet dat ik het al die jaren op een uitstekende wijze heb geregeld. Het komt allemaal in orde. Piet, ik ben er niet gerust op. Ja, maar... We zijn er bijna en de wegwijspiet is er niet. Mag ik één ding tegen u zeggen? Twee of drie, maar hou je rustig. Wint u zich nou niet op! Dat kunnen we niet hebben vandaag. Blijf alsjeblieft. Ja, Sinterklaas. Die kinderen wachten op ons. Ja. Laten we zelf gaan kijken. Pak jij de kijker. Dan zet ik de meid erop. Dan gaan we zelf kijken. Als we nou maar rustig blijven, Sinterklaas. Ja, ik zal mijn best doen. Ik pak jij de ontbijtboel even af.
Oh. Krijgen ze nog ruzie ook? Komt u maar, ja. Zo. Oh. In plaats dat die hoofdpiet nou een beetje rustig doet tegen die oude Sinterklaas, gaat hij ruzie zitten maken en met de broodjes gooien. En kijk nou toch eens wat eraan komt. Welke is nou de Sinterklaasboot? Dat had ik eventjes niet gezien hoor. Misschien dat we dat nog even terug kunnen krijgen. Nou ja, straks wel denk ik. Nee, dat is de Sinterklaasboot natuurlijk niet, dat kleine witte bootje. Ja, ga eens dichterbij. Veel dichterbij. Draai maar aan dat wieltje, ga maar steeds dichterbij. Waar rook uitkomt, dat is de Sinterklaasboot. Ja. Is dat die linkse? Is dat de Sinterklaasboot? Nee. Oh. Welke is het nou? Moet je nou toch kijken, zeg. Dat lijkt wel een hele vloot. Nee. Je moet meer naar rechts. Meer naar rechts met die camera. Precies, dat is de Sinterklaasboot. Ik kan het nou nog niet lezen, maar het is de pakjesboot 12. En dan heb je die brandweerboot weer. Vraag nou alsjeblieft op ze ophouden met dat spuiten. Zo direct komt die Sinterklaasboot eronder en alle pakjes nat. En dan gaan we met al die spelcomputers en al die poppenhuizen en al die aangeklede gekke magere poppies. Hebben we daar nou aan? Doe uit dat water. Laat Sinterklaas gewoon binnenkomen. Volgende keer komt hij gewoon met een vliegtuig of met een trein. Dit is toch allemaal veel te gevaarlijk. Maar goed. Als hij nou maar weet dat hij hier naar binnen moet. Door die brug. Zouden ze er nou voor gezorgd hebben dat er ook iemand is die brug open kan maken? Het is een ophaalbrug. Zou je net zien dat ze dat allemaal weer verkeerd begrijpen. Ja, denken ze dat die brug opgehaald moet worden. Net als dat je een afhaal-Chinees hebt, heb je een ophaalbrug. Wat maak ik me weer druk vandaag. Maar, wacht. Dit kleine gele bootje, dat is een bootje van iets hoogs, van mensen die alles van water weten. Dus die zal misschien wel de weg wijzen. En dan moet ik maar wat gaan doen hier. Als hij aankomt. Die wegwijspiet, die kunnen we. Het is een weggooipiet geworden. Verliefde weggooipiet. Wat is dat nou ervoor? Wat is dit nou toch weer? Het lijkt wel een schutting die voorbij komt. Nola. Nola 6. Nog meer. Dat kan toch niet? Wat een kinderen. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Ja, gelukkig. Daar is de Sinterklaas. Ja. Hij heeft de meid erop. Precies, daar gaan ze helemaal voor op het schip staan. Ze hebben de kijker bij zich. Dus misschien dat... Ach, wat een prachtig weer. Ja, dat wisten we al. Ja, prachtig weer. Hier is de staf. Voorzichtig, want u bent op de voorplek en dat wil nogal eens glad zijn. Ja. Ik geloof dat het goed gaat, maar ik wil nog wel even kijken. Ja. Ik heb de verrekijker bij me, Sint-Nicolaas. Kijkt u eens hier, Sint-Nicolaas. Geef eens hier. Kijk eens wat een prachtige verrekijker. Dit is toch een hele oude. Even kijken. Wat ziet u, Sint-Nicolaas? Ik zie een toren. Een toren? En nog een toren. Oh, die hele stad zit vol met torens, hoor. Het is een torenstad, geloof ik, hè, Dordrecht. Is het Dordrecht wel? Het is Dordrecht, Sint-Nicolaas. Overal boten. Ja. En kinderen. Oh. En. Oh, ik zie de brandweer spuit. Oh. Zou er brand zijn? Oh, wat een kracht zit daarachter, Sint-Nicolaas. Heeft u genoeg gezien, Sint-Nicolaas? Ja, ik heb het wel gezien. Maar... Die haven, Sint-Nicolaas. Dordrecht uit? Ja, de Dordrechter haven. Ja. Ongelooflijk, zeg. Gelukkig dat de wind de andere kant op staat, hè? Het hele land van de plaatjespiet. Plaatjespiet Henny, die is in Quito
Ja? Weet de Sint dat hij deze kant op moet? Kon ik nou maar gewoon even met hem praten, hè? Dat kleine bolle torentje, daar moet hij zijn. Zou hem nou kunnen zien al? Uitstekend. Misschien dat ik, als ik een beetje luid praat. Zo. Sinterklaas! Ja, ja. Sinterklaas, verstaat u mij? Wat is er? Of Aard die roept u en die vraagt... Aard, waar is Aard? Sinterklaas. Zit daar in de die is heel klein geworden. Hij zit in de luidspeakers, Sinterklaas. Nee, daar is die. Die staat in de luidspeakers. Dag, Sinterklaas. Dag. Dag. Zeg eens wat, Aard. Dag, Sinterklaas. U moet naar dat kleine bolle torentje. Het kleine bolle torentje? Ja, Sinterklaas. Dus een klein bolle torentje. Welk bolle torentje? Ja, dat torentje. Welk bol torentje? Dat bolle torentje. Is er een bol torentje? Ja, het is net een beetje een raar appeltje met een lang steeltje. Ja, een die ja. Met een lang steeltje. Ja. Zeg maar tegen de kapitein dat hij dan recht vooruit moet. Ja. Kapitein! De kapitein heeft het begrepen. Dat gaat goed. Dat gaat goed. Gelukkig. Waarom zeg je nou niks, Piet? Omdat ik wel wat zei, maar er werd getoeterd, Sint-Nicolaas. En ik kon niet boven mezelf uitkomen. Nee, recht vooruit. Recht door. Kapitein, recht door. Ja, maar Sinterklaas. Jawel, Sinterklaas. Wij redden het ook zonder wegwijs, Piet. Zo is het. Sinterklaas. Jawel, Sinterklaas. Ik zal hem goed opbergen. Sinterklaas, verstaat u mij? Jij? Ik vind het heerlijk. Het is wel eentonig, vindt u niet? Nee, eentonige muziek, maar wel prachtig. Ja. Vooral met z'n allen. Waar is Aard? Ja, Sinterklaas. Ja. Luister nu even. Ja, Sinterklaas. Ik niet. Sinterklaas, u moet dus... Ja, Aard, ben je daar? Ja, rechts van het bolle torentje, hè? Ja. Ja, wel, Aard, dus niet. Maar... Je komt niet boven het geluid van de toeter uit. Vraag dan even of ze ermee ophouden. Dat hebben we net gedaan, Aard. We zijn toch met serieuze Laat dingen het bezig. Laat het van ons over, domme jongen. Oh. Ik ben wel blij dat je er bent, hoor. Wel, een beetje een ruzietoon is het aan het worden, zeg. Ja, daar zijn ze. Ja, ik ben er weer. Ja. Nee, kijk eens naar wie we daar allemaal hebben. Oh. Jan en Truus en Frits en Marie. En Hidde, nou. En Hester, en Gijs, en Jeroen, en iedereen is er. Ja, precies. Zie je ze? Zie je ze? Ja, en Sint-Nicolaas, dat zie ik. En Hans, ken en iedereen zijn? Is er. Ik ken ze allemaal. U kent al die kinderen persoonlijk ook, Sint-Nicolaas. En Herman zie ik daar. Dag Herman. Leuk, ze zijn er allemaal. Sinterklaas, iets meer naar links. Ja, aan die kant. Iets aan meer naar links. Zie ik er ook. Ja, zie ik Saskia. Ze zijn er allemaal. Kijk eens even. Oh, wat leuk. En daar hebben we Dick Vos. Hey! Ja. Die is er ook. Ja. En daar hebben we nog hele lieve kinderen. Nou, Sint-Nicolaas, ja. Kijk eens wat daar gebeurt. Oh, dat is een ophaalbrug. Moet je ophalen. Kan je dat zien, die ophaalbrug? Die gaat vanzelf omhoog. Is dat geen wonder? Die ophaalbrug omhoog gaat. Oh. Je hebt ook afhaalbruggen, Sint-Nicolaas. Ja, vertel eens. Afhaalbruggen zijn er ook. Kijk, dat is prachtig. Piet. Ongelooflijk. Altijd weer de mooiste dag van het jaar, Frits. Ja, Sint-Nicolaas. Ja. Het is de prachtigste dag van het jaar. En het is ook godzijdank mooi weer ook, Sint-Nicolaas. Oh, dat mag je wel zeggen. De zon schijnt en we zijn blij. Prachtig, prachtig. Precies gelukt. Kijk, precies dan toen we ik dat zei. Begrijp je? Ja, omdat hij is opgehaald. Ah, oh, dat heb ik altijd verkeerd begrepen. Kijk eens. Oh, dat kinderen. Nou een ophaalbrug. Ik dacht dat je die ergens moest ophalen. Ja. Bij een postkantoor of zo. Dat leer ik je nog wel eens hoe dat zit. Ja. Kijk eens Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas. Nee, lijken staan in de verte. Wat een mensen.
Weet je wat ik zo leuk vind, Piet? Het is altijd mooi weer in Nederland. Heerlijk, dat zie je, hè? Ja. Ja. Oh, Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas, hoort u mij? Wat vind je ervan, Piet? Fantastisch. Fantastisch, hè, praatjes, Piet? Maar Aad probeert u iets te vragen. Ja. Ja, maar ik hoor hem niet. Oh, Aad. Ik zie Sinterklaas wel, maar Sinterklaas hoort mij niet. Nee. Ja, maar nu wel, Aad. Een beetje. Ik moet u nu de weg wijzen. Ja. Ja. Want u weet zo de weg nooit. Dit is een grote stad. Grote stad. Met allemaal grachten en heel veel straten. Ja, uit. Ja, als u maar nou echt naar mij luistert. Gaan we rechtdoor. Ja, rechtdoor. En daar is er zo'n ja, hoe noem maar je dat? Kom je een me straks afhalen, Aard? Ja, ik kom zo direct, ja. Dan is het goed, ja. Dan is het goed. Ja. Op Aard kun je altijd rekenen. Ja. We hebben de wegwees, Piet, niet nodig. Ja. Op Aard kun je altijd rekenen, Sinterklaas. Daar heb je weer die Piet. Die verliefde wegwees, Piet. Oh. Wat een mooie stad, hè. Dag. Dag. Jongen, jongen, jongen. Oh, daar kunnen we niet verder. Nee. Oh. Aard. Ja, Sinterklaas. Kan Aard niet dichterbij komen? Ja, Sinterklaas, ik kom naar u toe. Oh ja? Ja, maar u moet daar eventjes aanleggen. Wat zegt hij? U moet daar aanleggen. Ja, ook moeten we daarnaast. Aanleggen. Oh, we moeten aanleggen. Ja. Kapitein, u moet we daar aanleggen. Daar. Ja. Aanleggen. Aard zegt dat we moeten aanleggen. Ik kom wel even naar u toe, Sinterklaas. Ja. En dan zal ik het precies aanwijzen. Ja? Aard! Ja? Ik kom eraan. Ja, kijk eens. Daar ben ik. Daar ben ik met een meter. Oh. Kijk eens, Plaatjes Piet. Daar ben ik met een meter. Is het niet prachtig? Ja, Plaatjes Piet. Ziet het niet. Aard komt eraan om uw dag te zeggen. Bij het aanleggen. Ja, hij gaat naar je toe. Oh, dat is fijn. Aard. Ik zie hem al. Aard. Ja, ik zie hem al. Dag, Aard. Zit jij in dat hokje? Nee, ik kijk nee. Ik sta hier op het steegertje. Kijk al die kinderen, wat zijn er vele. Daar is Aard. Recht, dat er weer veel meer kinderen zijn dan vorig jaar. Oh ja, Sinterklaas. Ja hoor, er zijn een heleboel kinderen bijgekomen. Oh! Ja. Nou, dat is toch fantastisch. Gezellig, hè? Dat wil dus zeggen dat de mensen niet hebben stilgezeten. Ja. Ja, dag, Sinterklaas. Kinderen. Dag. Oh. Weet jullie waar Aard is? Aard, weten jullie waar Aard is? Hier. Nee, dat weten ze niet. Maar ik geloof. Sinterklaas. Ja. Hier ben ik. Dag Aard. Dag Sinterklaas. Hij lijkt veel op Aard. Nee, het is hem. Nee, het is altijd zo'n getrouwd niet. Gezicht. Dat kan Aard. Toch niet. We horen hem net daar door de luidspreker heen praten. Dat is de techniek. Kijk daar eens. Bij de ketelmakerij. Oh ja. Kijk eens hoe vrolijk ze zijn. Sinterklaas. Rustig aan, hè. Ja. Rustig aan. Niet tegen kapitein, de kade op. Rustig aan. Rustig aan, kapitein. Komt u maar deze kant op, hoor. En een beetje die kant op. Tot zover gaat het goed, hè. Gaan jullie nou een beetje zingen voor Sinterklaas? Aard. Is dat jouw boot? Nee, dat is te huur. Oh, heb ik gehuurd. Nou, dat geeft niet hoor, we komen eraan. Ja, dat is goed. Zullen we naar beneden gaan, Piet? Jawel, we gaan naar beneden. Ah, tot zo, hè. Tot zo. We gaan even naar beneden, Sinterklaas. Even voorzichtig zijn. Ja, even, we gaan eens gewoon. Goed. Kom maar een beetje deze kant op. Ik ga voor u uit, Sinterklaas. Ja, nee. Ga jij voor mij uit. Ik ga voor u uit, Sinterklaas. Ik heb de praatjes, Piet. Dan kan er met de praatjes, Piet, niks gebeuren. Hè? Zo. Ja. Kom maar naar beneden, hè. Die moet helemaal naar voren, hè? De middelste bolder. Ja hoor. Komt u maar, Sinterklaas, voorzichtig. Van de hier af, hè? Voorzichtig, ja. Oh. En ook goed, Sinterklaas. Dag Piet. Dan gaan we hier naar binnen. Gaat goed. Jullie even een klein beetje. Kijk eens uit, ik ben al beneden. Gaat goed. Al ietsje door. Even een beetje ruimte. Dag Piet. Dag Piet. Dag. Hallo. Dag. Komt u maar, Sinterklaas. Komt u maar, Sinterklaas. Ja. Hier op
nog niet aangelegd. Nee, maar dat komt wel. Komt u maar, Sinterklaas. Ja. Sinterklaas. Dag, jongen. Goed dat u er bent. Ik heb nog iets voor u. Een cadeautje? Wacht even, ja. Oh, leuk. Ik ben gek op cadeautjes. Dat is weer een nieuwe plaatje, Piet. Ze zijn toch overal, hè? Komt u maar. Hier is het. Kost u en een stapje neemt. Eindelijk in Dordrecht. Ja. Daar heb ik me zo op verheugd, Piet, de hele reis. Ja, het is prachtig, hè? Ja. Sinterklaas. En dat we zulk slecht weer hebben gehad onderweg, hè? Ja, ja. En dat het hier altijd mooi weer is, dat vind ik toch heel fijn. Oh, daar komt Aad weer aan. Wat heeft hij bij zich? Wat heeft hij bij zich? Ja, heb ik net voor u gekocht. Wat is er, jongen? Een cadeau. Dat is een kaart. Waarom? Een kaart van Dordrecht. Waarvoor? Nou, omdat de wegwijspiet er niet is. Ja. Hoe weet je dat? En dan kunt u dan gewoon... Kunt u dat goed volgen? Want het is heel ingewikkeld, die weg. Oh, moet ja. u goed opkijken, hè? Heel we goed hadden opkijken. Het wel geheim willen houden dat je het niet was. Het is jammer dat je dat nou weet. Ja, maar ik heb het gezien. Oh. Is een hele mooie kan kaart. Jij die kaart vasthouden en dan weten we waar we gaan. Zullen we naar de burgemeester gaan? Is ja, die dat er ook? Is een goed idee. Ja, heb ik ook gezien. We gaan. We gaan. Dag Pieter. Kom maar mee, jongens. Deze kant op, Sinterklaas. Deze kant op? Ja. Geef me een hand uit. Uit. Want misschien is het een beetje een hoge opstap. Het is ja, glad. Ik zal u, Sinterklaas, voorzien. Het is ook glad. Ja? Deze? Ja. Oh, ben ik er pas Je moet er Ik hoor helemaal geen gezang, Sint-Nicolaas. Kijk eens, Piet. Sinterklaas. Sinterklaas. Kijk eens uit. Hier, die meneer met die ketting op. Dat is de... burgemeester. Dat wist ik wel, en die mevrouw, hoor. Die heeft ook een ketting op. Dag, meneer de burgemeester. Fijn dat ik bij u van dit jaar weer mag komen. Heel fijn, heel fijn. Dag, mevrouw de burgemeester. Wat vind ik het fijn dat u er bent. En ik kan het ook zien dat u mevrouw de burgemeester bent. Want u heeft ook een ketting om. Als je een ketting om hebt, dan ben je een beetje burgemeester, hè? Klein beetje. Hé, gezellig. Wat hebt u het mooi hier. En wat een mooi weer, mevrouw. Schitterend weer, Sinterklaas. Heeft u een goede reis gehad? Nou, in het begin stormde het vreselijk, hè? En het was erg slecht. Maar ik wist, als ik in Dordrecht kom, gaat het allemaal goed, hè? Want... Het is Dordrecht beter, het wordt Sinterklaas. Dat kent u, dat spreek? Ja, oh, ik dacht dat ik het had verzonnen. Komt u erbij, hoe dichter bij Dordt, hoe beter het wordt. Wat een prachtige zin, hè? Ja, ja. Je kunt er allerlei woorden invullen, natuurlijk. Ja. Sint-Nicolaas, heel, heel hartelijk welkom in Dordrecht. We zijn heel erg blij dat u weer in ons midden bent. Velen zagen er verlangend naar uit. Ik zou u graag heel veel vertellen over deze mooie stad. Maar? Deze oudste stad van Holland. Maar? Maar ik denk dat u daarvoor niet bent gekomen. En dat de mensen met de camera's dat veel beter kunnen verwoorden dan ik dat kan. Dat hebt u goed begrepen, maar u kunt het vast ook heel goed, hoor. Maar ik denk dat u bent gekomen voor de kinderen en niet om de stad te bekijken. En ik denk dat het een goed idee is dat al die duizenden kinderen die hier nu op staan te wachten, die willen u graag aanraken, een cadeautje geven en misschien even met u spreken. Ja, ik heb in ieder geval, dat zou ik leuk vinden. Ik heb twee boodschappen meegekregen. Oh ja. Vanmorgen zijn mijn vrouw en ik bij een 100 boodschappen gaan doen. Nee, nee, gekregen. Oh ja, nee. Vanmorgen waren wij... En meneer die is vandaag 102 jaar geworden. 102! Wat is dat toch niks? Nee, en ik moet hem de groeten overbrengen aan u. Ja, dank u wel. Door de jarige. Hartelijk gefeliciteerd ook. En die verder, wordt nog wel eens zo oud als ik. Dat hoopt u wel, ja. En verder is er een jonge man bij ons aan de deur geweest. Oh ja. Die vreesde dat hij in de drukte u niet zou kunnen bereiken. Ja. En heeft aan mij gevraagd of ik dit aan u wil overhandigen. Oh. Daar was hij er zeker van dat het zou gebeuren. Mag ik even kijken? Ga er gang. Wilt u de envelop even vasthouden? Oh, wat leuk. Ik lees het op. Ja, leest u het op. Samen met mijn moeder heb ik deze tekening en verlanglijst gemaakt. Ik hoop dat de burgemeester hem aan u geeft. Daar was hij niet zeker van. Maar ja, nu wel. Misschien kunt u zeggen dat er wat aan gedaan wordt. Dag, lieve Sinterklaas. Nou, we doen ons best. We zullen uit. Hartelijk ik zal bedankt. Het heel goed bewaren, u kunt heel goed boodschappen doen. Ja. Ja, dank u wel, burgemeester. Ik wens u een fantastische intocht in dank deze mooie stad. Dank u zeer. Mevrouw de burgemeester, dank u wel. Dank u zeer. Ik vind het zo leuk hier.
Daar gaan we, Piet. Ja, ja. Even de kindjes. Even de kindjes. Dag, lieve kinderen. Zing eens wat moois. Dag, Sinterklaas. Volgens mij, als we zo doorlopen, dan moeten we er zo... Even kijken, even kijken. Hallo, schat. Even kijken, want daar zo raak ik de weg bij. Oh, ze komen nou. Even kijken. Ja, zie je wel, het is Dordrecht. Nou, dan moeten we gewoon rechtdoor. Dordrecht is rechtdoor. Ja, ik ga Sinterklaas halen, ik weet de weg. Wacht even. Geeft hij het? Dat weet je toch? Oh. Geeft hij dat af? Is dat voor mij? Mag ik dat houden? Aan zijn liefje. Piet, kijk eens, van Sven. Kijk eens. Oh, ken jij van Sven? Bewaar ik allemaal. Leuk, hè? Leuk, hè? Sluit. Wat doet het liefje nou? Mama. Spanje. En wat is de afzender dan? Dolores. En op de brievenbus, nee! Oh! Nou zijn we verloren. Nou zijn we verloren. Nou weet Sinterklaas echt de weg niet meer. En die kaart. Het was toch al zo moeilijk om die kaart te krijgen. Ik heb een stadteland vooraf gelopen. Hoe los ik dit nou toch weer op, zeg? Mirico. Wil jij de staf vasthouden? Ja, ik zal de staf vasthouden. En dan is er nog een Piet, die zou de staf tijdens de tocht vatten. Kijk, daar is die al. Hey, goed zo, Piet. Oh, het is allemaal dat weer goed gekomen. Het is gezellig dat je er bent. Ik hou zo van jou. Hè? En jij van mij, hoop ik maar een beetje. Dag, Pieter. Wat gaan we doen? Gaan we erop? Ja, we gaan erop, hè. Jongens. Zeg, meneer Piet is er ook, zie je? Ach, wat doet hij dat nog goed, hè? Terwijl hij zo oud is. Hij is veel ouder dan de oudste burger van Dordrecht. En hoppa, zo het paard op. Niks aan de hand. Jongen, jongen. Wat is dat toch goed? Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Wat ik vind, is het is helemaal niet koud. Ik hoef die sjaal niet om. Nee, blijf even staan, Pieter. Geef die sjaal er maar aan. Blijf even staan. Maar ik wil niet dat u ziek wordt. Nee, ik word niet ziek. Want de nachten zijn kil. Hou hem om. Want de nachten zijn kil, Sinterklaas. Nou, daar gaan wij, Sinterklaas. We gaan eens even kijken hoeveel lieve kinderen er zijn. Komt u dan? Ja. Gaan we, hè? Komt u maar, Sinterklaas. Dag, kinderen. Nou, daar gaat Sinterklaas. Ik hoor helemaal geen muziek. En op commando kwam de muziek. Grote kinderen. Ja. Mooi, 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 hè. Gaat goed, hè, plaatjes, Piet. Gaat goed, hè. Ja, jongens. Die huizen, die moeten daar lopen zeker, hè? Zo vlak voor ons. Dat is gezellig wel, hoor. Oh, daar zijn ze allemaal. En kijk eens met een oude auto. Oh, die is oud, zeg. En die rijdt nog steeds. En die zwarte pieten die liften gewoon mee. En bakfietsen. En dat dragen ze, ja, een heel groot broodje ei lijkt wel. Nou ja, dat zijn gewoon politiepaarden. Die gebruiken ze altijd als de motorfietsen stuk zijn. Even kijken. Oh, maar een schoen zie ik daar. Op een bakfiets. Het gaat goed, hè? Ga rechtdoor, hè? Door. En nee, oh, wacht even. Ongelooflijk, zeg. Er zijn gewoon miljoenen mensen die hier staan. Je weet toch niet wat je ziet, zeg. En daar, op de dak. Wat zie je? Daar heb je die dakpiet al. Die zijn toch snel gegaan, zeg. Dan gaan ze natuurlijk pakjes passen, hè. Ja. Dat zijn allemaal
tegengesloten pakjes. Ja. Als de mensen doen dat nou toch niet? Je moet nooit grotere pakjes geven dan door de schoorsteen kunnen. Wat een feest, hè? Dat is toch heel logisch? En zeker tegenwoordig met de centrale verwarming. Hele kleine pakjes moet je geven. Waar was je toch? Nou ja, dat komt straks wel. Een klein beetje snoep uitdelen, dat mag nou wel eventjes, hè. Maar denk erom, kinderen, vanavond goed de tanden poetsen, hè. Heel stevig tanden poetsen. Ja, Dordrecht. Wat het betekent, weet ik niet. Dat is gewoon in het buitenland, of misschien in het oud-Dorts. Dat kan ook. Dag, mooie blonde schat. Twee meeuwen. Die zitten ook al te wachten. Ja, ze weten ook. Die pepernoten die worden gestrooid. En alles wat op de grond valt, dat is voor ons. Slim, hè. Nog zo'n oude auto. En hier op een eenwieler. Acrobatenpieten. En wandelende huizen. Ja, ik weet ook niet wat het betekent. Misschien Sinterklaas, pakhuizen. Wij weten niet meer precies waar we heen moeten. Oh. Want hier is een brug. Maar moeten we nou die kant op, die kant op, of die kant op? Ik weet dat niet meer precies. Dan moeten we dus aan de wegwijspies praten. Ja, kom maar. Ik haal de kaart wel even. Hij haalt de kaart even. Kom maar. Hij haalt de kaart even. Waar is de kaart? Sinterklaas! Mama, kom nu maar! Sinterklaas, kom nu maar! Heb jij die? Kom nu maar een beetje dichterbij! Heb jij de kaart in de brievenbus gebracht? Dolores, nee, in de brievenbus! Sinterklaas! Wie? Sinterklaas! Kom nu maar heen! Waar moeten we heen? Als iemand de weg weet, Sinterklaas, dan ben ik dat wel! De weg wijs, Piet! Sinterklaas, komt u maar mee! We moeten die kant op! Hoe? Ja, dan komt u maar mee! Oh! Hofpiet! Ik heb jou toch die kaart gegeven die we van Aard hebben gekregen? Ja, maar die heb ik aan hem gegeven? Ja. 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 Heb jij hem ook? Sinterklaas, ik heb die kaart niet nodig. Ik heb die kaart niet nodig, Sinterklaas. Ik weet de weg. Komt u nou maar mee. Hoe die kant op. Die kant. Hoe moeten wij gaan? Dort recht is recht. Door. Recht door. Maar zo komt Sinterklaas in de biesbos terecht. En de biesbos, dat is vreselijk. Daar kom je nooit meer uit. Dat is één groot moerasgebied, Sinterklaas. Wat moet ik hier aan doen? Wat moet ik hier aan doen? Ik moet erheen. Ik moet erheen. Zo kan het niet. Even. Ja, ik ga er maar uit. Help. Ik moet er even uit. Mag ik er even door, beste mensen? Beste mensen, we moeten iets doen. Dit gaat niet goed met Sinterklaas. Ik moet er even heen, want zo direct komt hij in de biesbos. En dan zijn we helemaal verloren, dan kom je nooit meer uit. Even kijken, is er misschien ergens een motorfiets? Kan je nog stillen, Piet? Hebben jullie een motorfiets gezien, beste mensen? Is daar een motorfiets? Dan ga ik even naar de motorfiets. Ja, mag ik even naar de motorfiets? Pardon, ja, het gaat helemaal mis, mensen. Oh, hier. Mag ik hier even mee? Eventjes. Dan moet u rijden nee, naar... Rustig aan, hoor. Rij maar naar het stadhuis. Oh, vreselijk, zeg. Oh, ja. Ja, rijdt u maar. Ja. Op hoop van zegen dan maar, hè. Motoragent, vooruit. Dag, mensen. We moeten naar Sinterklaas. Want dat gaat helemaal mis. Ze zijn die kaart kwijt. Ja. Hallo. Hallo. Oh, oh, oh. Wat duurt het ook weer lang, hè? Cadeautje. Dag. Kan die en klimmen? Ondertussen loopt het helemaal in het honderd daar. Zit Sinterklaas al in de biesbos?
Nee, toch hoop ik, hè? Nou ja, vooruit dan maar weer. Geef maar gas. Oh, dank je. Je Piet, hou even vast. Sinterklaas. Ja. Sinterklaas. Hé. Hey. Sinterklaas. Komt u maar, Sinterklaas. Oh, wat is dat nou? U mag geen dat mag u niet voor Sinterklaas. Er zit een alcohol in, zegt ze. Oh. Heerlijk. Dankjewel. Ja, ik moet het je teruggeven, want anders dan kan het niet. Hij is alcoholvrij. Lekker hoor. Ja, Sinterklaas. Plaatje Spiet, heb je gezien dat ik het gedronken heb? Ja, ah, tuurlijk. Wie is dit nou? Bever. Jan Bever. Waar kom jij ineens vandaan? Ik kom uit de Biesbos en ik zocht u. Je zocht mij? Ja. Waarom? Nou, omdat ik zo graag pepernoten wil eten. Een bever eet geen pepernoten, Jan. Ja, maar ik wil. Ik zal uitleggen hoe dat is gebeurd. Komt u maar mee. Ja, maar Jan, ik wil je eerst even wat vragen. Ben ik nou in Dordrecht of in de Bosbies? Nou, je bent in Dordrecht bij de Bosbies. Bij de Bos? Hoe heet het? De Bosbies. Nee, gaan we even kijken. Of heet het de Biesbos? Ja. Of Jan, de Bosbies. Jan, geef Sint een hand. Gaan we eens even kijken wat je te vertonen hebt. Oh, hij heeft scherpe nagels, Sint. Nee, geeft niks. Hij heeft scherpe nagels. Geeft niks. Wat leuk. Oh, wat enig, Sint-Nicolaas. En ga jij ons vertellen wat hier allemaal in de Biesbos is? Even zwaaien. Kijk eens. Als ik nog. Daar, kom zo weer, hoor. Even naar de Bosbies. Nee, naar de Biesbos. Ja, de Biesbos, dat zeg ik. Hier hier zijn mensen die mij uit zullen leggen waar hoe het is gekomen is dat ik geen pepernoten meer wil eten. Geen, nou, dat wil ik dan wel eens even horen. Die schepperskinderen nou, daar. Luistert u maar. Jan Bever uit Rottersluis, die wilde niet meer. Samen luisteren. Dat kan je wel vergeten. Hij zei, ik ga naar Sinterklaas, want hij was vastbesloten. Voor u al weet ik enkel maar lekkere pepernoten. Jan Bever uit Rottersluis, helemaal ver weg van huis. Door de vrienden, door de sloot, maar waar hij kwam geen peper.
niet allemaal een hand natuurlijk, hè. Dan hou ik geen hand meer over. Ja. Dankjewel. Jan? Jan, ik ben diep ontroerd. Waar gaan we nu naartoe? Nou laat ik je zien waar... Nou laat ik jou de biesbos zien. Ja, laat. Daar sjouwen ze met wilgetenen. Met wilgetenen? Nee, met... weet het? Met griethout. Met griethout? Kijk, hier. Nee, beter dan met tenen, geloof ik. Hier sjouwen ze met griethout. Dat is heel zwaar. Hun werken ook altijd heel hard. Ja. Ja, hun werken heel hard, dus ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Ja, ik zie het, ik zie het. Kijk eens, kijk, twee. Ze altijd met z'n twee of drieën tillen. Ja, dat vertelt hij net. Het is heel zwaar, met z'n twee of drieën. Het is wel een werk, nou, eigenlijk, ja. Heel erg. Ze moeten goed eten hoor, moet je tegen ze zeggen, anders kunnen ze niet hard werken. En niet alleen maar pepernoten. Ja, jij zit ook met je mond vol met pepernoten. Kijk, jij ook. Leuk, Jan. Wat hebben we nog meer? Oh, wat een pracht. Nou, laat ik je... Daar zijn varken. Als die schrikken, dan vliegen ze weg, want dan zijn ze bang. Wat kom maar mee. Wat voor vogels? Ja, kom maar mee, dan zal ik je dat uitleggen. Wat zeg je? Vraag maar. Vraag wat maar. Wat voor vogels ziet u daar? Sst. Ja? De vuurt en de wilde eend en de kwak. De kwakkolonie. Oh ja. Ja, en niet storen. En dan gaan we naar... Niet storen. Wat zijn die aan het doen? Oh, dat is de vogels. De vissers. De vissers. Kijk hier. Die vissen, ja? Zeg het maar, Jan. Er zijn misschien wel 25 verschillende vissen in deze sloot. En in de hele sloot zijn er misschien wel 70. In de hele biesbos zijn er misschien wel 70. Wat voor soorten? Weet jullie dat? De baars, ja? De snoepbaars en de voorden. Zorg maar dat ze niet in je vingers bijten als je ze vangt. Ja. Leuk. Sst, anders... Oh, de ene zwemmen. Zie je dat? En nou laat ik mijn, nou laat ik mijn huis zien. Jouw huis? Jullie komen. We staan nu bij het stadhuis. En kinderen, er is iets misgegaan met Sinterklaas. Ze zijn die kaart kwijtgeraakt. De kaart van Dordrecht. Dus hij weet niet waar hij is en ik ben bang dat hij in de biesbos is. Ja, dus misschien dat we hem zo direct maar kunnen gaan halen of zo. Of ja, hè? Want jullie staan ook al een hele tijd, hè? Hoe lang sta jij al? Ja, heel lang. Hoe lang? Ja, dat weet ik niet. Weet jij hoe lang je hier al staat? Nee. Jij wel? Ja, we staan hier ongeveer al een half uurtje wachten. Nou precies, en dat komt omdat ze die kaart... En nou laat ik je een... dat was een... Wat maak je toch niet? Nog maar die tekeningen geven. Daar schuilen ze elkaar altijd. Nee. Kijk, daar is thuis. Daar schuilen ze daar. Ja, als het stormt. Plaatjes Piet, laat je het allemaal wel goed zien. Want niet alleen ik moet het zien, jullie moeten het ook zien. Vraag maar eens hoe dat... Wat? Dankjewel, och, lieve schat. Ga maar even, we zijn even daarin. Vraag, ja, kom maar. Zal ik dat maar niet doen? Hoe heet dat? Vraag maar. Hoe heet het hier? Een schrankhut. Een schrankhut? Ja. En die maak jij? Ja. Dat zeg ik toch? Ja, je moet goed luisteren. Een schrankhut? Niet goed? Nee, een schrankeet. Een schrankeet. Oh, ik heb het verkeerd gezegd. Het zijn Jan. Ja. Hé, hey, dat is een heel werk, hè? Is het, hè? En daar schuilen de jagers? Ja, nou als het regent. Dan schuilen ze als het regent. Okay. Wat? Ik ruik brand. Ik ruik vuur. Ik ruik... Oh, kijk, zie je daar die stoom? Stoom? Is die boot hier gekomen? De paling roken. Paling? Oh, Jan, hou jij van paling? Nou, ik heb liever pepernoten. Oh ja, dat was ook zo. Hij heeft liever pepernoten. Ja? Dus jij een stukje? Ja, nou. Oh, wat eng, hè. Nou.
Straks graag. Want ik moet nog zo wat verder en ik krijg van die vette vingers. Ja? Daarom juist. Krijg ik vette handschoenen. Jij snapt er haast niks van, hè? Kijk, rietvlechten. Het is ook heel leerzaam, hè, Sinterklaas? Ik leer iedere dag weer. Ik had het nog nooit gezien. Nog nooit. Jij? Ik heb het nog nooit gezien. Het is een hele grote mand eigenlijk die ze aan het vlechten zijn. Een hondenmand? Nou, maar voor een heleboel honden. Ja. Of één hele grote hond. Nee, nee. Is het geen hondenmand? Nee, het is... Ja, we staan hier nog steeds bij dat mooie huis van de burgemeester. Dit is het huis van de burgemeester, hè? En de burgemeester die heeft allemaal erwtensoep gekookt voor Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Jawel, ik rook het al. Ruiken jullie het ook? Ja, precies. Jullie hebben ook wel honger natuurlijk, hè? Maar, ja, wat kunnen we doen? Zullen we een liedje gaan zingen voor Sinterklaas? Nou, welk liedje? Dat je hem niet kwijtraakt, natuurlijk. Zo. Prachtig hoe ze die man. Maar dit is helaas het laatste, maar. Er is nog wel meer in het bus. Ja. Ik moet natuurlijk nog het hele land door. Ja, begrijp ik. Ik vind het zo leuk dat je me dat allemaal hebt laten zien. Ik zal jou een heleboel pepernoten geven. Nou zal hij wel komen, hoor. Dankjewel. Nou komt hij echt. Ik ga even kijken in de verte. Dag Jan Bever. Ik stap eroverheen. Leuk, hè? De Biesbos. Leuk, hè? De Biesbos. Biesbos is genieten. Daar gaan we. Dag, jongens. Biesbos. Leuk, hè? Oh, is dit een hindernis? Hallo. Verkeerde hand, maar dat geeft niet, hè? Dag. Piet. Ja, jongens. We gaan weer te paard, Piet. Dankjewel, schat. Dankjewel, Piet. Kijk eens. We gaan weer te paard. Dankjewel, hoor. Dankjewel, schat. Ja, ik moet te paard, hè? Piet, kijk eens. Nee, is niet voor jou. Is voor jou. Piet. Ah, kijk uit. Schatten. Ik ga een beetje voor, achter langs het paard. Kinderen, om het buitenstondje lopen wij een rondje. Wanneer leren jullie dat nou eens? Om het buitenstondje lopen wij een rondje. Pas op hoor. We gaan erop, hè. Daar. Oh. Oh.
Sinterklaas, wij moeten die kant op. Je hebt nog een sigaar nog van me. Ja, dankjewel hoor. Ja, maar wacht nou even, Sinterklaas. U moet namelijk die kant op. Ja. Dat grote huis daar. Ja. Met dat witte torentje en ja. Die klok. Daar moet u heen, daar woont de burgemeester. Ja, daar gaan we naartoe, hè. En de erwtensoep staat al op. Oh, wat heb ik zin in een stukje eten, Art. Ja, daar komt u dan mee. Maar Art, hoe kom jij nou ineens weer hier? Ja, dat is een heel lang verhaal, dat vertel ik u vanavond wel. Jij kan toveren. Ja. Maar die jongens die wisten de weg. Ja, deze, nou dan gaan we weer, hè. En dan moeten we die kant op, hè. Oké, okay, voorwaarts mars. Voorwaarts mars. Ja, praatjes. Kom maar mee, jongens. Voorwaarts mars, hè. Zo. Goed. Ja. Zo, wat zijn wij belangrijk nou, hè? Moet je kijken, zeg. Wij weten de weg. Dat is mijn andere vriend. Oh, die is daar. Ja. Ja, neem mijn hand. Zo. Ik heb hem, hoor. Ja. We zijn nu bij het gemeentehuis aangekomen. Nee, maar kijk, Sinterklaas, want hier zijn allemaal kinderen. Maar, waar moeten we nou heen? Daar. Omhoog. Ja, hier. Oh, burgemeester. Nou, laten we hier dan maar afgaan, hè. Even een moment voor het paard. Zo, dag lieve. Dank jullie wel, Pieter. Dank jullie wel, paard. Lieve Americo. Tot de volgende keer, hè. Dag Americo. Zeg eens allemaal dag Americo tegen het paard. Volgens mij, meneer de burgemeester, kunt u net als Aard ook toveren. Ja, net was u nog daar, hè. Ja, klopt. En dan bent u hier. Ja. En ik begrijp er niks van. Nee, maar het is geen paard. Nee, maar het hoeft ook niet. Een beetje toveren is nodig. Een beetje burgemeester kan toveren, dat gaat de. Nou, dan gaan we aan die vrouw kan ook een beetje toveren. Zullen wij samen die kant op gaan, mevrouw de burgemeester? Ja. Wat is het hier druk? Is het altijd zo druk? Ja. Komt u maar. Ja. Sinterklaas. Hij komt er niet door. Hij komt er niet door. Je kunt geen afspraak met die man maken. Bij elk kind blijft hij praten. Kleinkinderen weten ook. Oké. Ja. Ik heb geen handjes meer over. Ik heb al mijn handjes al weggegeven. Ja. Nou, dan gaan we dan. Dankjewel hoor. Dankjewel. Ja. Oeh. Ik had hem bijna. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Wat leuk. Wat heb jij mooi haar. Hé, ben je groot geworden. Veel groter dan vorig jaar. Dankjewel. Ja, handje. 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 Het is leuk, hè? Dag, praatjes, Piet. Dat is een collega van je.
Dag meneer. Oh ja. Ach jongens. Zullen we... Ja, dat was even pijnlijk zeg. Hè? Dat was even heel moeilijk hoor. Maar jullie zijn er. Hè? Veertien actief. Sorry hoor. Gaan we niet aan de burgemeester? Nee, dat is niet netjes hè. U moet voorlopen. Nou ja. Het is een bijzondere dag. Hè? Aard, als ik jou niet had, dan zou ik het niet weten. Nee, dat denk ik. Dat was u in de biesbos. Ja, daar ben ik trouwens geweest. Ja? Ja. En hoe bent u er dan uitgekomen? De paard. Ah, kijk ja. Eens, kijk eens. Zijn dat nou al die kinderen die er net ook waren? Zijn dat weer nieuwe? Nieuwe? Oh. Allemaal nieuwe kinderen. Leuk, hè? Prachtig, hè? Leuk, hè? Prachtig, hè? En wanneer gaat het nou regenen, Aard? Ah, over een paar uurtjes, Sinterklaas. Zo, eens kijken, waar is die... Laat u zitten, Sinterklaas. Oh, jij maar. Ja, ja, Sinterklaas. Zo. Ho. Sinterklaas. Ho. Zit aan elkaar. Oh, oh. Waarom doe je dat, Aard? Was pardon, Sinterklaas. Hij is weer vrij. Hij is weer vrij. Ja, gaat u zitten. Oh, stilte, kinderen. Een ogenblik stilte. Hè? Hier, mag jij. Zo lang. Sinterklaas, gaat u gang. Ga je gang? Kinderen. Oh. Ik ben niet alleen heel blij. Aard, wat heb ik jou gevraagd? Pardon, Sinterklaas, pardon. Om de staf vast te houden, Aard. Ja, maar ja, ik ben zo zenuwachtig, Sinterklaas. Ja, dat mag je nooit meer doen. Nee. Ik ben niet alleen heel blij, kinderen, ik ben ook heel moe geworden. Ik ben helemaal in de biesbos geweest en helemaal op het paard. Ik zou wel leuk vinden, Piet. Ja, Sinterklaas. Als ze, kan jij wat met ze zingen? Zijn er kinderen die een liedje kunnen zingen? Ja! Goed, als we het dan eens zo doen, dat we met z'n allen hetzelfde liedje zingen. En namelijk... Dag Sinterklaasje, dag Sinterklaasje, dag Piet, Piet, stop even jongens, stop even, dag Zwarte Piet, Piet. Piet, de tekst is, luister naar ons afscheidslied. Ja. Dit is het verkeerde liedje. Oeh! Ik was al bijna weg. Oeh, ja, ik ben ook zo zenuwachtig, Sinterklaas. Ja. Jullie moeten niet alles doen wat hij zegt. Nou. Zeg, Piet. Ik heb met jou nog een appeltje te schillen. Met mij, Sinterklaas? Wel twee appeltjes heb ik met jou te schillen. Hoezo, Sinterklaas? Waar was je toen de weg gewezen moest worden? Oh, Sinterklaas, ik was toch de vogeltjes brood aan het geven. Ik had het zo verschrikkelijk druk, Sinterklaas. Je kunt toch niet de hele ochtend vogeltjes voeren als wij de weg moeten weten. We waren bijna in een verkeerde plaats gekomen. Ja, maar Sinterklaas, ik moest toch ook mijn vriendinnetje nog brood geven. Hé, wat hoor ik nou? Waar hoor ik nou? Wat moest jij, Piet? Moest jij? Nou, luister goed, jongens. Hier gaat iets heel ergs gebeuren, geloof ik. Ik moest Sinterklaas mijn vriendinnetje brood en eten geven, omdat ik was in Spanje, Sinterklaas, zo verliefd geworden op een meisje. En toen moest ik naar Nederland met u en toen waren we zo verliefd dat ik heb er meegenomen, Sinterklaas. Om aan boord! Maar Piet! Ja. Aan boord! Ja, Sinterklaas. Kom eens hier. Ja, Sinterklaas. Ben jij dan... Kom jij eens even hier. Ja. Wat vind ik dat leuk voor je. Om zo verliefd te zijn. Ja, dat is heel leuk, Sinterklaas. Ja. En kon je niet meer buiten er? Je was echt helemaal gek. Je wou eigenlijk niet mee. Wij konden niet meer buiten elkaar, Sinterklaas. En wat heb je toen gedaan? Waar is ze dan eigenlijk? Sinterklaas, ze staat hier. Is zij dat? Ja, Sinterklaas. Ik dacht, is dat geen Piet? Nee, dat is... Dolores. Dolores? Ja, Sinterklaas. Ik zie het verschil haast niet.
Maar hoe is dat dan gegaan, Piet? Leg me dat eens even snel uit. Ja, nou... Dolores. Dolores. Vertel jij het maar. Oh ja? Ben jij stiekem aan boord gekomen? En toen? Heb jij je verstopt in een roeiboot? En toen? Nee! En toen heeft hij jou de hele reis eten en drinken gegeven. Het wordt steeds spannender, jongens. En toen? En toen dacht hij dat jij alleen als Zwarte Piet aan land kon komen, zegt ze dat? Ja, Sinterklaas. Wat leuk, en toen? Ja, maar dat is niet helemaal gelukt, dat zwart maken. Nou ja, nou is ze hier. Ja, Sinterklaas. Vind jij wel leuk? Ja, ik ben toch wel blij, Sinterklaas. Ik vind het ook een beetje leuk, Piet. Maar het is wel zo. Kom eens hier, Piet. Ik heb natuurlijk wel een probleem. Kom eens bij me zitten. Ja, Sinterklaas. Zij is natuurlijk niet op de Pietenschool geweest. Nee, Sinterklaas. Zij moet natuurlijk wel een beetje Piet kunnen zijn. Ja, Sinterklaas. Kan zij een beetje pepernoten strooien? Ik heb een pepernoten. Zie. Laat zien. Ja, jongens, dit is heel spannend, hoor. Let maar op, Sinterklaas, hoe goed ze dat al kan. Ziet u wel? Oh, nog eens. Ziet u, Sinterklaas? Kan zij, ja, Dolores, kan zij een liedje zingen? Zie. Dat kan ze. Kan zij samen met de kinderen zwaaien? Zie. Oh ja, kijk, dat doen ze. Kan zij ook een kindje hier brengen bij Sinterklaas op schoot? Zo'n heel lief kindje. Ja, Sinterklaas, dat kan ze. Doet ze dat ook? Ja. En kijk, kunnen die kinderen dan wat voor Dolores zingen? Kijk eens. Daar komt Priscilla. Hoi, Priscilla. Kom jij bij me, lief. Kom bij me zitten. Dolores. Hop, 1, 2, spring. Hopla. Priscilla, hoe oud ben jij ook alweer? 6 jaar. En zit je op de grote school? Ja. Ja, en kan jij samen met Sinterklaas en met Dolores een liedje zingen? Welk liedje zullen we doen? Dat is beter dan het liedje wat de hoofdpiet net met jullie heeft gezongen, vind je niet? Zie gins, jongens, zie gins. Dolores. Zie gins. Dolores geeft het aan. 1. Nee, Dolores, nee. Oh, zo moet het. Uit Spanje weer aan. Hij denkt tot Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Oeren op zijn paardje. En men komt er neer. Hoe waaien de wimpels alheen en alweer. Zijn nek staat te lachen. En roept op zijn stoel. Leuk. Priscilla. Klappen, Priscilla. Voor jezelf, klappen voor jezelf. Ja! Dat vind ik leuk, zeg. Heb jij broertjes en zusjes? Ja. Zijn die hier ook? Ja. Waar is jouw broertje of jouw zusje? Hoe heet ze? Christel. Hoe? Christel, kom eens even bij Sinterklaas. Christel. Oh, die heeft ook al zo'n mooi. Waarom hebben jullie van die mooie mutsen op, Priscilla? Kom maar bij Sinterklaas. Dag, Christel. Hoi. Kom je ook op mijn andere schoot zitten? Kijk nou toch eens. De zusjes. De zingende zusjes. Gaan jullie voor Sinterklaas eens een liedje zingen wat ik nog niet ken? Oeh, dat is moeilijk. Hoe oud ben jij? 6. Oh, zijn jullie tweelingzusjes? Ja. Dat is ook toevallig. Nou, een liedje wat ik nog niet ken.
Zwarte Piet ging uit fietsen, dat ken ik niet. Ik ken het wel hoor, maar doe net alsof ik het niet ken. Wat zingen we? Zwarte Piet. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, Zwarte Piet. Niet in je band van je fiets. En dankjewel. En vanavond de schoenen zetten. Doen we dat? Ja. Goed zo. Dag Christel. Dag Priscilla. Ah, het Sinterklaas. Ja. Ruikt u iets? Nee. Het ruikt een heel klein beetje aangebrand. Wie is er aangebrand? Nee, ik voel me heel prima hoor. Ik denk dat de erwtensoep net iets te lang op het vuur heeft gestaan. En de burgemeester vindt het zo zielig. Ik heb hem zo zijn best gedaan. En hij... Heeft de burgemeester het gekookt? Ja. En dan was hij weg en dan heeft hij het niet in de gaten gehouden. Hij heeft het op het spaarbrandertje gezet. Maar nou moet u echt naar binnen gaan om wat erwtensoep te gaan eten. Ik heb wel trek. Nou, komt u maar mee. Is er spek bij? Ja. Worst. Ja. Roggebrood. Zeker. Dan kom ik. Goed. Jongens, we gaan een stukje eten. En als jullie nou even goed luisteren... Jullie mogen natuurlijk vanavond een schoen zetten. Ja, maar... Ja. Maar... Ik kan niet overal tegelijk zijn. Dus misschien komt er niet overal vanavond al wat in. Niet boos zijn op Sinterklaas. Een beetje op Zwarte Piet, maar ook niet echt. Spreken we dat af? Goed. Jongens, bedankt hè. We gaan een stukje eten. Dag kinderen. Dag Sinterklaas. Dag, dag, dag. Dag, Zwarte Piet. Ga je mee eten? Dat is het goede lied, hè? Nu is het goede lied. En betreed het paleis. Niet geloven, hè? Nou, daar gaan we dan weer. Dag Dordrecht. En heus kinderen, Sinterklaas gaat nu even een stukje eten, zoals hij dat noemt. Even een klein beetje erwtensoep en worst en roggebrood. Maar dan gaat hij het land in. En vanavond kun je je schoen al zetten. En vanavond gaat hij overal langs. Hij doet zijn best. Misschien dat hij niet bij iedereen kan komen. Maar een klein pakje, nou, dat zal wel lukken. Fijn dat hij er weer is. En dat uiteindelijk toch alles weer goed terecht is gekomen. Dag!